Happy birthday to you. Happy birthday to you. Die basketballer, dat is een vriendje van Kim Jong-un. En ja, die neemt dan af en toe een cadeautje mee. Is dat nou echt een onderzoek waard? Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk wel allerlei sancties tegen Noord-Korea. En die gelden, zo blijkt, ook voor basketballers. Ook als ze hele grote basketballers zijn. Ja goed, sancties. Ik begrijp wel dat als hij weet ik veel, 3 pallets met iPads meeneemt, dat je zegt, nou, dit is niet helemaal de bedoeling. Maar een cadeautje voor een paar van die mafklappers daar, kan dat ook niet? Ja, weet je, hij heeft mij niet gebeld om te vertellen wat voor cadeautje dat hij meegenomen heeft. Niet? Nee, ja, ik vond het ook jammer. Maar dus, ik moet daar eens even naar gaan kijken, want als het die 3 pallets zijn, dan maakt dat natuurlijk wel inbreuk op die sancties. Eigenlijk nu een oproep aan Dennis Rodman om u even te bellen. Dat zou kunnen. Hij mag ook meteen met de Verenigde Naties bellen als dat handiger is.